Maar nu aan de overkant. Uiteindelijk Hazard tegen Lassisi. Mooie spin move van Hazard. Hij maakt het ook goed af. Lassisi wist even niet waar hij stond. Maurice nu terug naar Robijns. Hazard mag daar aanleggen. En die gaat er goed in. Forceert. Misschien even rondkijken. Vrije teamgenoot zoeken. Hazard nu. En dat is dan opnieuw een overtreding. De voorsprong uitgebouwd tot 12 punten. Jurisic nu tot bij Hazard. En die doet wat tegen. De refs duidelijk maken. Terwijl Hogarth opnieuw wordt geblokt. Nu door Robijns. Inderdaad, iets getelefoneerd zijn lay-ups. Nu de driepunter van Hazard en die is goed.